In deze kliniek maken ze nieuwe armen en benen van gips en plastic voor de mensen die tijdens de oorlog een lichaamsdeel hebben verloren. Er wordt hier hard gewerkt om iedereen te helpen. Ik ben Mahmoud Hoba en ik ben 12 jaar. Ook Mahmoud heeft een nieuw been nodig. Hij verloor zijn linkerbeen toen hij met zijn neefje in de tuin speelde. Ze vonden daar een granaat die nog niet ontploft was. Toen Mahmouds neefje hem oppakte, explodeerde die. Mahmoud hoorde via vriendjes over deze kliniek. Toen hij dokter Abdelmaula voor het eerst ontmoette, was hij gerustgesteld. Net als Mahmoud miste ook de dokter zijn linkerbeen. Omdat dokter Abdelmaula zijn been verloor toen hij zo oud was als Mahmoud, begrijpen ze elkaar heel goed. Ze praten veel. De dokter wil nu voor meer kinderen die droom laten uitkomen. De dokter probeert Mahmoud altijd op te vrolijken met positieve verhalen. En daar is de dokter blij om. Jongens zoals Mahmoud zijn voor hem een inspiratie om elke dag nog harder te werken. Want de dokter weet wel zeker dat als Mahmoud nog even doorzet, er ook voor hem een goede toekomst is. Ik ben een mechanicus.